Hi, welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag in de studio? Goedendag, ik ben CJ Wiebers, 22 jaar jong en zoon van John Nipte. Geweldig. Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden? Ik ben sociaal bezig. Ik ben in de Rotary, Rotarac, Club of Fresh. Daarnaast ben ik ook Youth Officer van het CARICOM Youth Ambassadors Program. Daarnaast studeer ik rechten op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En dat zo'n beetje. Nou, dat is een hele hoop. Yes. Je hebt net al gezegd dat je moeder Joan Nipte heet. Yes. Wanneer is zij geboren? 3666, dus 3 juni 1966. Dat wil zeggen dat ze straks jaren. Ja, zo meteen. Noem enkele speciale herinneringen die je hebt met je moeder. Nou, speciaal. From the top of my head, een leuke was toen ik sliep. En dan kreeg ik een call, een belletje. CJ, maak die deur voor me open. Dus ik ren naar voren. En ik maakte toen die deur open. En wie was daar? Mama. Mama was, ik denk dat ze een glaasje te veel op had. Ze was helemaal, hoe zou je het zeggen, een beetje dronken. En dat is een van de leuke herinneringen die ik van haar heb. Een beetje anders. Een beetje anders. Hi, welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag hier in de studio? Nou, ook van mijn kant een hele goede avond of goede middag. Ik ben Joan Nipte, moeder van 1 zoon. In het dagelijks leven ben ik advocaat. En voor de rest ben ik natuurlijk ook huismama. Wat zijn jouw dagelijkse bezigheden? Mijn dagelijkse bezigheden zijn behalve werken, zorgen voor mijn zoon. En ik heb ook de zorg over mijn moeder, een bejaarde moeder. En dat neemt zoveel tijd van me in beslag, maar dat is eigenlijk het leukste dat ik dagelijks doe. De zorg voor mijn moeder. Oké, dat is heel mooi. Wat zijn enkele persoonlijke ervaringen die uw hart in het bijzonder hebben geraakt? Persoonlijke ervaringen die mijn hart hebben geraakt? Het zijn er vele, maar ja, om zo snel erop te komen. Wat mijn hart nu echt raakt, is de armoede waarmee je geconfronteerd raakt. Zeker in mijn werk zijn er ook heel wat momenten waarbij ik zoiets heb van, ja, dat kan anders. En dat je gevoel natuurlijk ook wel speelt. Eigenlijk meer dat het niet zo goed gaat in het land. En dat je daar eigenlijk heel erg verdrietig van wordt. En natuurlijk vanuit het beroep als advocaat, dan raak je haast iedere dag geconfronteerd met mensen die problemen hebben. Allerhande problemen. En ik moet niet jokken, dat raakt je wel. Je hebt huilende moeders. Je hebt een gefrustreerde vaders. Dus dat raakt je allemaal. En helaas komt het inderdaad te vaak voor. Ja. Je zei net dat je 1 kind hebt. En dat is een zoon, hè? Ja, ik heb 1 zoon, CJ. Noem enkele leuke ervaringen of speciale ervaringen die jij en je zoon samen hebben meegemaakt. Speciale ervaringen. We hebben heel vaak speciale momenten samen. Hij is heel erg vrij. En dingen als bijvoorbeeld samen dansen, samen koken. Zijn dingen die we dagelijks doen. En ik geniet eigenlijk elk moment van hem, want hij is natuurlijk ook heel veel om me heen. Hij is een echte plaktodo. En hij stapt soms gewoon uit bed en dan komt hij op me zitten of hij komt in mijn bed. Dus we hebben vaker speciale momenten. Heel veel warmte en liefde. Heel veel warmte en liefde, ja. Oké, dank je. CJ, wat maakt je trots op je moeder? Wat me trots maakt?
Sowieso wat ze allemaal heeft bereikt. Ze is een volkskind. Ze herhaalt het altijd, dus vandaar ik dat zeg. Ze is een volkskind. En alles wat je hebt neergezet, is dankzij jezelf. Dus dankzij jou. En ik ben super trots dat ik je mijn moeder mag roepen. En ik weet dat we samen meer gaan doen. En you've left big shoes to fill. Zo lief. Echt lief van je. En mama, wat is iets dat CJ heeft gedaan waar jij super trots op bent? Even kijken. Ik kan ook zeggen, ik kan ook vol trots zeggen dat... Dat hij is waar ik hem wil hebben. Hij heeft de waarden en normen die ik hem heb bijgebracht over de afgelopen jaren. En ook veel adviezen die ik hem geef, volgt hij op. Natuurlijk, van tijd tot tijd kan hij in de fout gaan, hij is mens. Maar hij is altijd bereid om te luisteren en om te verbeteren. En om te vragen, communiceren. En ik ben super trots op hem. Hij heeft heel veel overgenomen van wat ik hem heb bijgebracht. En wat oma hem heeft bijgebracht. En wat hij van papa heeft meegehad. Weet je? Dus hij neemt het mee. En dat is belangrijk. Dat je kind meeneemt. Want jij als ouder hebt natuurlijk wat meer ervaring. En je probeert je kind te behoeden, te vrijwaren voor dingen die het leven te bieden heeft, te beschermen natuurlijk ook. En het is een keuze die je kind maakt van oké, ik neem het mee of niet, weet je? Dus ik ben blij dat hij in ieder geval 80% van wat we hem hebben meegegeven, dat hij dat meeneemt. Dat is heel mooi. 20% komt van zichzelf. Ja, klopt. Dat is zijn eigen inbreng. CJ, wat zijn de lievelingsgerechten van je moeder? Mijn moeder houdt van salm. Salm. Everything salm. Is dat zo? Ja. En wat is haar favoriete bezigheid? Schoonmaken. Schoonmaken. Ja. En wat maakt ze dan schoon, het huis? Anything. Auto's. Wat? Alles het schoon, ze maakt het schoon. Dat is waar. Je kent mij. Men zou zeggen orokobakroe. Ja, ik heb een orokobakroe. Ik vroeg mijn moeder, maar waarom hou ik zo van werken? Toen zei ze, je bent op een zaterdag geboren. En zaterdag staat eigenlijk bekend als werkdag, weet je? Ja, ja. Dus ik hou van schoonmaken, klopt, helemaal. Oké, mooi. En wat doen jullie met z'n tweeën graag samen? Met z'n tweeën samen? Dansen. Ja, brasa's. Liggen op de bank, brasa's geven. Elke ochtend sowieso 3 brasa's. Waarom 3? Waarom 3? Dus eentje is voor die stemming. Eentje is om je gewoon goed te laten voelen. En die derde is gewoon een bonus. Een bonus. Ik zei het al, is echt een plak. Echt een knuffelkind. En als jullie dansen, op welk lied dansen jullie? Of welke nummers? Alles Bruno Mars. Liefde door Open is een favoriete. Daniel Caesar. En eigenlijk liedjes die... Die eigenlijk jou aanspreken, ja, want hij houdt van muziek. Ja. En dan heeft hij ook altijd zoiets van, hé, maar er is een nieuwe binnen en zo van Daniel Caesar of zo, weet je. Ja. Dan luister ik mee en zo en dan kan ik het voelen, weet je. En dan wordt het samen onze hit. Oké. Dus dat hebben we wel geregeld. Zeker. Ja. Mm-hmm. Heeft je moeder ooit een familielid geblokkeerd op social media? Heeft hij ooit? Ik denk het niet. Nee. Het is niet in mijn aard. Oké. Ze blokkeert niet. En als je moeder een stripfiguur zou zijn, welke stripfiguur zou dat zijn? Laat me denken. Wie? Tsiske Wiske. Waarom? Omdat ze zijn altijd samen. Oh, dus toch? Jij en je moeder zouden Siska en Wiske zijn? Okay. Jij Wiske, ik Siska. Oké. Of omgekeerd. Wie is die man? Omgekeerd. Ja. Hoe ervaar je dat je kind volwassen wordt? Heel confronterend natuurlijk.
Want je beseft dat je moet loslaten. Dat, maar kunt u het herhalen? Ik ga het herhalen. Ik herhaal het. Ja, maar inderdaad, ik moet hem loslaten. Maar hij weet zelf ook dat ik er zeker wel moeite heb, mee heb. En dat merk ik al, want het loslaten. Ja. Klopt. Ik zou echt niet weten hoe ik verder zou moeten gaan zonder hem echt in mijn nabijheid. Ja, het is moeilijk. Mm. Ja. Mm-hmm. En welke gelijkenissen en of overeenkomsten hebben jullie met elkaar? Nou, ik... Los van het samendansen. Ja. Ik denk dat we beiden heel erg sociaal voelend zijn. Ja, zeker. Ja, we hebben dat. Dat heb ik van u. Dat heb je van mij, ja. Mm-hmm. We zijn, hoe heet het? Heel goed voor ons medemens. Dat merk ik soms ook bij hem. Dat ik hem echt zeg van, zie je, maar moest dat echt? Weet je, dat wat geven en liefde geven en eigenlijk ook alles geven. Ja. Als bijvoorbeeld de tuinman komt van, hij heeft je schoenen of zo, dat hij echt een van zijn nieuwe schoenen kan geven aan die tuinman. Dat, maar zie je, mama, hij had niet. En zo, weet je, dat soort dingen. Maar dan herken ik mezelf daarin, omdat ik ook zo warm en geefs en ja, bezig ben met de medemens. Eerst volgende keer zal ik een van die hakken van nu weggeven. Nee. Denk je dat je moeder ooit heeft gespiekt? Of tijdens een tentamen of repetitie? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze juist een student was die studeerde en echt haar best deed. Ik denk mijn vader had sowieso gespiekt. Dat denk ik 100%. Toch? Of niet? Ja. Papa had gespiekt. Dus. Ik moest dat tentamens ook voor hem doen. Zelfs. Oh, dus zo. Ik bedoel, voorbereidingen treffen. Ja. Dat stageverslag maken en dat soort dingen. Weet je, dus dat deed ik wel voor Kelvin. Oké. Okay. Heeft je moeder een favoriete plek waar ze graag naartoe gaat? Een favoriete plek buiten huis? Maakt niet uit. Is thuis sowieso. Thuis. Everything. Home. Ik denk dat thuis echt je plek is waar je recharged en een beetje, zeg maar, ontspan. Ja. Ja. Klopt. Ik hou van mijn huis. Ja. Mooi. En hoe is het om moeder te zijn? Het is geweldig om moeder te zijn. Het geeft natuurlijk een grote verantwoordelijkheid. Want het is jouw kind. Het is jouw verantwoordelijkheid. Het geeft een goed gevoel. Soms ook wel angstig. Want je ziet bijvoorbeeld dat bepaalde moeders dingen meemaken met hun kinderen. Waarbij ze misschien de verantwoordelijkheid niet zo goed kunnen dragen. Of er niet zo goed mee kunnen omgaan. Maar, of ze proberen wel, maar het lukt niet. Weet je, als je alleen maar denkt dat een moeder misschien haar kind geen eten kan geven, dan word ik gek als ik daaraan denk. Weet je, dus hoe je draait of keert. Ik heb het wat makkelijker met CJ. Weet je, ik kan hem eten geven. Ik kan hem misschien een beetje meer dan eten geven. Maar als je natuurlijk denkt aan andere moeders die dat niet kunnen, dan dat doet het me wel pijn. Want het is een verantwoordelijkheid. En als je naar je kind kijkt en je kind heeft honger of je kind vraagt je om brood en je kan dat stukje niet geven, niet bieden, of dat kind is ziek en je kan dat kind geen gezondheidszorg bieden, dan ja, dan ben je als moeder... Ja, nee. Niet huilen. Nee, schatje. Is er iets waar je zegt van, hey, ik heb hier spijt van, dat ik het ooit heb gedaan? Ja, één ding, maar dat is tussen CJ en ik. Kan zien? Ja, nee, ik weet het. Gaat je niet. Dus daarom valt hij zijn handen gelijk. Ja. Maar ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. En ja, we zijn en okay. Ik heb het geaccepteerd, ja, toch? We zijn oké. Okay. Ja. CJ, heb je een boodschap voor je moeder? Ja, ik heb een boodschap voor haar. Maar u weet dat ik van u hou. Oh, u weet
dat u me gemaakt heeft tot de man die ik vandaag ben. Ik ben u super dankbaar daarvoor. En ik zal u zeker nog trotser maken dan dat u al bent vandaag. Dus heb vertrouwen in me en laat me een beetje los. Nee. Doe niet zo. Breng me een beetje mee, man. En heb jij een boodschap voor de moeders die nu naar dit programma zitten te kijken? Het is Moederdag, dus misschien heb je een leuke boodschap naar hun. Natuurlijk heb ik een boodschap voor de moeders die kijken naar dit programma. Moederdag lijkt misschien een mooie dag. Je ziet ballonnen, et cetera, et cetera. Maar wij als moeders weten wat we voelen om moeder te zijn. Ik wil alle moeders sterkte, kracht, doorzettingsvermogen, vertrouwen, daadkracht toewensen en dat ze nooit opgeven in zichzelf. Of dat ze altijd krachtig blijven. Een moeder is een bijzonder wezen. Een moeder kan veel, een moeder kan eigenlijk alles. En daarom zeg ik, maak gebruik van het feit dat je moeder bent, van het feit dat je vrouw bent. Maak er absoluut gebruik van. Het komt altijd goed. Als je moeder bent, komt het altijd goed. Je moet alleen gebruik maken van de krachten die je hebt en je moet die krachten ook erkennen en onderkennen en gebruiken vooral. Dat is het wat ik wil zeggen. Een moeder is bijzonder. En een moeder kan alles. Dus moeders, geef niet op. Als je kind geen eten heeft, ga zoeken. En je gaat het vinden. 100%. Maar zet in je hoofd, mijn kind moet eten. Waar ik het ook zal zoeken, ik ga het vinden. En je gaat het vinden. Dat is de kracht die een moeder heeft. Zeker tegenover haar kind. Toch? Als je kind ziek is, je pakt je kind op. Wat je moet doen, zal in je opkomen omdat je moeder bent. Het is instinctief. Toch? Dus geef nooit op. Het komt altijd goed en ik sta ook achter jullie moeders. Dus als er iets is dat een moeder nodig heeft, dan kunnen jullie altijd bij mij terecht. Jullie weten, ik sta open op Facebook, et cetera. Dus als er iets is, als het gaat om moeders, I'm there. En ook nog een andere boodschap, moeders. Embracen jullie elkaar. Helpen jullie elkaar. Het zijn misschien heel veel boodschappen, maar het zijn boodschappen die wel nodig en noodzakelijk zijn. Help elkaar. Breek elkaar niet. Toch? Hou de andere moeder haar hand vast. De buurvrouw. Kijk wat ze nodig heeft. Help haar ook. En dat maakt ons als moeders krachtig. En een laatste boodschap. Als je een oudere, bejaarde moeder hebt, kijk ook naar haar om. Geef haar die liefde. Geef haar die aandacht. En geef haar ook begrip. Want om een oude, bejaarde moeder te hebben die voor je heeft gezorgd, die ervoor heeft gezorgd dat je bent wat je bent. En dat je daarna misschien dropt in een tehuis en niet meer naar haar omkijkt. Dat is natuurlijk ook niet fijn. Geef die moeder die waardering die ze heeft, die ze moet en die ze verdient. En alle gepensioneerde moeders ook. Heel veel kracht en sterkte. En het komt allemaal goed. Lobby. Ja. Heel mooi. Alright, ma. Omdat het vandaag Moederdag is, wordt u flink verwend. Dus ik heb we hebben wat cadeautjes voor u. Dit is een spa-coupon van Lotus. Leuk. Oké. Okay. Hier hebben we een taartje. Dankjewel. Van Os Bakery. Dankjewel, Lotus. Ik ga dat zeker goed gebruiken. Een taartje van Lotus. Lekker. Nee, een taartje van US Bakery. Oké. Okay. Ook aan US Bakery. Os Bakery. Ja. Yes. Oh, je zei US, maar het is Os Bakery. Sorry,
Maar aan Os Bakery ook hartstikke bedankt. Mooi doosje, mooi strikje. Bedankt. Hier heb ik een giftcard van Hanneponne voor gebakjes. Oké. Dankjewel Hanneponne, dat u ook aan mij als moeder denkt. Van Rehans hebben we wat kroketjes, bitterballen, loempia's. Ga ik met oma eten en met jou. Yes. Hartstikke bedankt Rehana, Rehans. Enjoy your meal, I will, sure. Thank you. En dan heb ik nog een haarproducten van de Sun Essentials. Oké, geweldig. Oké, is er een Design Essentials in Suriname? Oké. Nou, oké, want ik toevallig gebruik ik dit haarproduct ook. Het is een heel goed product. Dus ik zal ze zeker goed kunnen gebruiken. Hartstikke bedankt. Distributeur van Design Essential. En dan last but not least, drink responsibly. I will. Van Supreme. Voor oma en ik. En je mag ook een glaasje. Dankjewel Supreme. Voor dit prachtig cadeautje. Oké. Yes? Yes honey. Alright, let me help. Heel hartelijk bedankt. Let me help. Love you. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.